Het is een stalen boek met allemaal kleine stukjes tapijt. Allemaal tapijt wat Diek Zweegman samen met Benno Premselaar ontworpen heeft. En kijk eens hoe mooie kleuren dit zijn, dit blauw. Ja, blauw was ook haar lievelingskleur. Die tapijten hebben allemaal nummers. Dit heet het tapijt 2805, dus elk tapijt heeft een nummer. En dit tapijt, dat is een synthetisch tapijt. En daar heeft Diek Zweegman 2 prijzen mee gewonnen. Dit is bijvoorbeeld een linnen tapijt gemaakt van linnen. Ook een ontwerp van Diek Zweegman. En het grappige is dat je ziet dat de pool, wat er bovenop ligt, heet de pool, allemaal hetzelfde is, naturel. En de ondergrond, de rug, heeft allemaal weer een andere kleur. Dit is in de jaren 90, 1990, computerprints. Via de computer gemaakte prints, om ook te kijken dat je die kan gebruiken voor tapijten. En hier valt weer op, in allerlei verschillende kleuren. Dus Diek Zweegman die hield heel erg van kleuren. Stoffen voor kleding. Voor japonnen heeft ze ook ontworpen. Daar zijn we pas later achtergekomen. Dat is ook weer zo leuk bij zo'n onderzoek. Hè? Dan weet je, denk je, god, ja, ze heeft ook bij Weverij de Ploeg gewerkt. Wat heeft ze nou gemaakt? Wij krijgen weer allemaal spullen van de ploeg in het museum. En opeens zien we dan, oh, dat is het ontwerp van Diek Zweegman. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Deze rondjes zie je allemaal in de verschillende kleurstellingen. Het is wel grappig om te zien dat zij naast tapijten, hè, die ook wel bijzondere dessins hebben met lijnen en strepen, later is gaan fotograferen. Ook heel veel, met heel veel kleur. Een beetje mixen met elkaar. Dat je ziet hoe kleuren bij elkaar passen, hoe dessins bij elkaar passen. Nou, het bijzondere is dat wij ook wat meer over Diek Zweegman laten zien. Ze had namelijk hele bijzondere uitspraken die allemaal in boeken opgeschreven zijn. Ze was heel erg recht voor zijn raap, heel kernachtige uitdrukkingen gebruikte ze. En al die uitspraken, bijvoorbeeld een materiaal moeten uitzien als glitterde glitter. Die citaten die hangen allemaal aan de wanden van de tentoonstelling. In allerlei kleuren blauw. Zij hield ook echt van blauw. En op die manier dan kun je meer te weten komen over haar gedachten, haar ideeën. En dat gecombineerd met wat ze gemaakt heeft, dat is volgens mij hartstikke bijzonder. Dat moet je echt gaan zien.